Goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. Jongens, ik zeg goedemiddag allemaal. Een beetje wakker worden hoor, kom op. Fijn dat jullie hier allemaal in grote getalen zijn opkomen dagen bij het eerste cultureel café van dit nieuwe seizoen. Het is de 41ste editie van het cultureel café. En dat zijn van die momenten waarop je een applaus verwacht. De dans in Tilburg. Ik geef u goed nieuws en ik geef u slecht nieuws. Laten we beginnen met het goede nieuws. De Tilburgse dansmarkt. Die staat op het punt te beginnen. Urban dance, voorstellingen, een groot congres internationaal. Ga maar door, het kan niet op in Tilburg. Dansstad, grote opening in de Schouwburg. Tientallen dansvoorstellingen. Een ander verhaal is dat per januari 2013 station Zuidse deuren gaat sluiten. Bij de laatste bezuinigingen werd die gedachte plotseling weer afgeschoten. Slecht nieuws dus. Er werd van mij verwacht dat ik het lokale talent aan de slag zou gaan en die zou begeleiden in het artistieke ontwikkeling. Ja. En ook zelf in het nieuwe initiatief zou ontwikkelen. Ja. Nou, dan ben je eigenlijk net bezig, 2,5 jaar. En dan houdt het op. Ja. In plaats van 1,1 miljoen subsidie is er niks meer. Ja. Heb jij en Station Zuid dan eigenlijk wel echt de kans gehad? Ik denk het niet. Kijk, het is. Het is heel raar dat het bedrijf heeft het woord vol van talentontwikkeling en onderzoek, maar men wil daar niet in investeren. Als je kijkt naar de wetenschappen, neem bijvoorbeeld de geneeskundige industrie, duurt 15 tot 20 jaar om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen. In de sport hetzelfde, men verwacht niet dat een sporter na 6 maanden training al klaar is voor de Olympische Spelen of Olympisch Goud. Maar in de kunst verwacht men dat wel, dat kunstenaars heel snel resultaat leveren. Hoe lang zou je dat nodig hebben? In mijn ervaring is dat je toch als individueel kunstenaar, maar dan ook als structuur, als station Zuid, dat je een soort van groeifase minstens tot 10 jaar nodig hebt om te groeien. Bij dit project, bij 15 project, mijn 15e project inmiddels al, met twee voorstellingen. Een avondvullende voorstelling met 5 dansers, waarbij het publiek het speelvlak deelt met de dansers. En een korte duet van 15 minuten. En vertel eens iets over die voorstelling waarbij het publiek op je vloer zelf deelneemt. Wat moet ik me dat voorstellen? Het is een voorstelling die is geïnspireerd door de wetenschap van spiegelneuronen. En wij allemaal hebben miljoenen neuronen in ons hersenen. Een heel klein daarvan, dat zijn zogenaamde spiegelneuronen. En het zijn namelijk 10 jaar geleden ontdekt, twee wetenschappers in Italië, dat er neuronen in ons hersenen zijn die de actie van een ander letterlijk spiegelen. Dus als ik deze microfoon bijvoorbeeld zo vastpak, of zo vastpak, doe jij dan precies hetzelfde in je hoofd, die spiegelneuronen, niet actief, maar door te kijken, door observatie, ben je ook actief. Wat kan dat impliceren voor het maken van een voorstelling? En daar zijn de voorstellingen uit ontstaan. Maar het lekkerste weekend, zegt Tilburg Culinair, is dit weekend aan de gang. Het lekkerste weekend van het hele jaar. Tilburg Culinair, 21ste editie. En daar betalen we met troskes. En één troske is €2,40 waard. En wanneer je die dan inwisselt voor je euro's, dan kun je daar ongelooflijke lekkere dingen eten. Welkom Peter. Dan gaan we zo meteen wel even over hebben, denk ik. Dat ziet er erg lekker uit. Wat is het nieuws dit keer te beleven? Er zijn nieuwe restaurants. We hebben meer restaurants ook. De bar wordt ook kleiner en het eten wordt groter. En ook meer uit de regio? Maar voor heet het wij noemen het al Groot Tilburg. Hè? Dus de Monde uit Kaatsheuvel is een restaurant. We hebben Goorlen, Oosterwijk, maar met name Tilburg. Ja. Zou ik dan zichzelf niet kunnen bedrijven, moet daar dan nog sponsorgeld bij, want dat is ook een punt van kritiek. Dan zeg ik, is dat wel duur? Hij was 7500 euro kwijt. Ja, als je uit gaat eten of de kroeg in gaat, dan kost het geld en dat kost de culinair ook. Het is wel zo dat wij als culinair, ik ben al op een aantal evenementen geweest de laatste jaren, in de regio, maar ook buiten de regio, dat wij nog steeds goedkoopste zijn. En
dat ook ons niveau gewoon hoog is. De Patrick Vermuntprijs die gisteren uitgereikt is, ja. Dat is niet voor dit, hè? Nee, dat is niet voor dit gerecht. Waarom heb je dat meegenomen? Nou, hij zal zelf vertellen waarom hij niet heeft meegenomen. Ja. Wat ik wel heb meegenomen, wil ik nog even aangeven. We hebben hier, ik heb een schaaltje met 100 troskes, heb ik verteld net. Die zet ik direct op de bar en iedereen die direct denkt, nou, ga toch eens even over het plein lopen, die kan er vast een muntje pakken. Dat is het eerste drankje plaats. Gisteren is dat allemaal gebeurd onder leiding van, ik hoorde je net zeggen, Gerrit Geveling. En die man is van, wat was het ook alweer? Ja, hij is voorzitter van Allianz Kastgeling. En dat is niet mis? Dat is niet mis, nee. Gerrit Geveling, voorzitter van, god, nou ben ik het, gastronomiek, dat weet ik niet. Allianz Gastronomiek. En die heeft geproefd van alle gerechten die er waren. En die heeft besloten dat de bistro... en de chefkok is hier, geef hem een groot applaus, heeft gewonnen. Trots ben je. Absoluut, hartstikke trots. Heel eerlijk dat dat gerechtje verkozen is, culinaire gerechtje, bedoeld zien. En dan ben je chefkok van Le Bistro, in de Julianen van Stolbergstraat. Klopt. En dan ben je al een tijdje chefkok. 4,5 jaar inmiddels. Dus ervaren, gepokt en gemazeld. En dan bedenk je iets... Voor zo'n Tilburg culinaire, dan ga je denken van, goh, wat voor leuk gerecht ga ik nou eens maken. Want waar heb jij dan de prijs mee gewonnen? Ik heb dit jaar de prijs gewonnen met een krokante softshellkrab. Met daarbij een salade van appel, hertig en taugé. En dan heb ik dit bij een cliëntenpeet. Carrière. Ik heb hier de laatste 4 uitgaven. Die zijn in 2-3 jaar tijd tot stand gekomen. Dus ergens klopt het wel. Bliksemcarrière en successchrijver. Hoeveel oplagen hebben de boeken inmiddels gekregen? 3 drukken. Ongeveer, hè? Jij bent niet alleen auteur. Jij roert je ook nogal in de media. Je bent op een gegeven ogenblik, iedereen weet het ondertussen, maar voor het gesprek is het toch nog even belangrijk om het aan te roeren. Je bent lid geweest van de vereniging Martijn. Zo heb jij wel andere acties in de media verricht. Je liet de mensen soms in verwarring achter, want niet iedereen was overtuigd van jou juist de motivatie. Heb je dat vaak... Ben je dat vaak tegengekomen dat mensen jou daarop aanspraken? Ik zal zeggen dat ik zelf ook niet altijd overtuigd ben van mijn eigen motivatie. Dat is, de ene keer heb ik het idee dat het oprecht is en de andere keer denk ik van opportunist. Ja, jij hebt het ook al zelf aangegeven in jouw boek Samaritaan, dat opent met 4 sleutelwoorden. Altruïsme, anarchisme... egoïsme en masochisme. En dus jij geeft al heel duidelijk aan, het hoeft niet een daad vanuit altruïsme te zijn als je niet eraan staat. Nee, maar ik denk dat het voor elke daad geldt, dat het een samengestelde motieven zijn. En de ene keer denk ik van, ik ben een goed mens, want ik heb een nier afgestaan. En de andere keer denk ik van, ik ben een aansteller. Dus het loopt een beetje door elkaar heen.
En ik vind het ook wel prettig om zo kritisch te kijken naar wat ik doe. En, ja, en ik begrijp ook dat voor de mensen ook moeilijk is. Ik vind het al moeilijk, dus zeg maar. Voor de mensen zal het nog wat ingewikkelder zijn om het te volgen. Je bent ook van plan om een libertijnse roman te schrijven. Ja, daar ben ik in mijn achterhoofd mee bezig, een grote libertijnse roman. Denk aan Marquise de Sade. We hebben in Nederland nog geen enkele libertijnse roman opgeleverd. En ik vind dat het wel eens tijd wordt. Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja. En met die zal zich niet alleen in Tilburg gaan afspelen. Maar ik denk dat ik het wil beperken tot Tilburg Noord. Dat is een hele libertijnse omgeving. Ja, nog een heel eentje terugkomend, want dat is nog niet helemaal duidelijk. Als jij een dagelijkse column van Brabants Dagblad krijgt aangeboden en je bent vrij in onderwerp, dan neem je die aan. Ja, dat is dan een half uurtje werk per dag. Dat moet jij kunnen, hè? Ja, oké, afgesproken. Dankjewel, Anton. Jij ook.